Hey weegschaal, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand januari 2022. Zoals jullie weten, ga ik geen vraag stellen en ga ik gewoon kijken in de eenhoorn orakelkaarten en daarna ga ik dieper op ingaan met de tarotkaarten. Dus laten we eens gaan kijken wat dat er mag uitkomen voor de weegschaal. Precies geen boodschappen. Ja. Moed. Je bent veilig, weegschaal. Angst is een illusie. Stel duidelijke grenzen. Dit is voor mij de kaart. De 8 of 9 van zwaarden en de 7 van staven. Dan wordt hier eigenlijk gevraagd om vertrouwen te hebben en meer grenzen voor jezelf aan te geven. Meer zelfliefde voor jezelf te hebben, want het is niet nodig om angstig te zijn. Het is niet nodig om angstig te zijn als je jezelf wilt laten zien. We gaan er wat dieper op ingaan met de tarotkaarten. En we gaan even kijken wat er daar mag uitkomen. Ik heb het gevoel dat er mogelijkheden zijn. Dat er mogelijkheden op je pad gaan komen. Maar probeer die angsten los te laten. Oké, weegschaal. Heel sterk schorpioen. Je kan hier te maken hebben met een schorpioen. Hoeft natuurlijk niet. Maar ik zie dat er hier onverwachts iets gaat plaatsvinden dat, je als een shock gaat ervaren met de toren. Alles van het oude wordt afgebrokkeld, waardoor je opnieuw dingen gaat kunnen starten. Ik heb ook het gevoel dat er stabiliteit gaat komen nadat de toren is gevallen. Want ik heb het gevoel dat er een bevrijding gaat komen van een nare situatie. Een bevrijding van een uitzichtloze relatie. Dit kan ook een uitzichtloze, saaie job zijn waar je zich in bevindt. Ik heb het gevoel dat er daar een bevrijding gaat komen en dat je daardoor een awakening gaat ervaren, een bewustwording gaat creëren, waardoor je een inzicht gaat krijgen, een aha-moment gaat ontvangen, waardoor je weet dat je eigenlijk een ander pad kunt bewandelen. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met een schorpioen en dat deze persoon een tweede kans wilt. Want ik zie hier wel stabiliteit binnenkomen. Sommigen onder jullie kunnen onverwachts opeens geld ontvangen. Maar dit kan ook in materiële geschenken zijn. Maar ik heb wel het gevoel, weegschaal.
Misschien heb je te maken met een waterman, hoeft natuurlijk niet, maar ik heb wel het gevoel dat je te veel aan het mallenmolen bent. Te veel aan het nadenken bent. Je zit vast volledig. Je weet niet hoe, waar naartoe, maar eigenlijk kun je gaan en staan waar dat je wilt. Ik heb wel het gevoel met de drie van zwaarden dat er hier heartbreak ligt. Je voelt je gekwetst, je voelt je gebroken. En vandaar moet je nog van healen, maar je zit te veel in je kop. Je denkt er te veel over na, waardoor dat je vast zit, dat je het gevoel hebt van ik zit in een gevangenis, ik raak er niet meer uit, omdat je constant negatief aan het denken bent. Dit is de kaart van negatief denken, van vastzitten, niet weten waar naartoe, maar eigenlijk kun je gaan en staan wat je wilt. Er wordt hier gevraagd om in je kracht te komen. Raap je moed bijeen. Kom uit je hoofd. Het kan zijn, schorpioen. Maar allee, wat is dat hier nu? Misspreek mij iedere keer. Het kan zijn, weegschaal, dat jij een tweede kans met iemand wilt. Als je te maken hebt met een schorpioen, hoeft natuurlijk geen schorpioen te zijn, dan kan deze persoon plots opeens terug op je pad staan. En deze persoon zou stabiliteit willen geven. Er komt hier sowieso een bevrijding. Want er wordt hier een nieuw leven ingeblazen. Maar je zit te veel in je hoofd. Je denkt te veel na. We gaan een keer kijken en er een keer dieper op ingaan. Er ligt hier een powerkoppel. Je kan hier ook te maken hebben met een weegschaal, tweeling, waterman. Met de koning en de koningin van zwaarden is dit een powerkoppel. Dit is een koppel die dezelfde visie heeft. Dit is een koppel die hetzelfde wil. Dit is een koppel die elkaar begrijpt. Maar ik voel dat er hier verdriet is. Pijn. Het hart is gebroken, er is gekwetst geweest. Het kan zijn, weegschaal, dat jij of de persoon waar je mee te maken hebt, een tweede kans wilt. Het kan ook zijn dat er iemand een bewustwording gaat creëren. Iemand gaat een inzicht ontvangen en dit gaat plots gebeuren. Er zijn wel sommigen onder jullie, zijn wel single. Maar er moet iets losgelaten worden vanuit het verleden. Er liggen hier te veel teleurstellingen. Want er ligt hier wel een soulmate-connectie. Die heel stabiel kan zijn. Iemand wil terugkomen in een hernieuwde relatie. In een hernieuwde liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Een nieuw begin in overvloed. Maar iemand moet nog iets achter zich laten. Alles wat emotioneel niet meer vervuld wordt... wordt achter zich gelaten. Deze persoon stapt weg wat hem haar niet meer gelukkig maakt. Want met de koning van kelken ligt hier heel veel liefde. Heel sterk waterteken.
iemand wordt wakker. Ik zie ook heel duidelijke communicatie. De feiten gaan onder ogen gezien worden. Met de koning van de zwaarden, daar gaat hij niet mee sollen. Dat is iemand die recht voor de raap. Iemand die heel communiceert vanuit de mindspace. Deze persoon laat zijn haar hart niet zien. Komt heel cool over. Maar deze koningin, zij is net hetzelfde. Zij komt heel cool over. En communiceert en handelt vanuit het rationele. En zeker niet vanuit het hart. Maar er is hier iets dat gebroken is. Er is hier iets dat... Iemand heeft iemand pijn gedaan. En iemand wil een tweede kans. We gaan even kijken naar de toren. Wat dat er hier afrupt, gebeurt of gaat gebeuren. Kan het daardoor zijn, weegschaal, dat je te veel in je kop zet, te veel over nadenkt, te veel over piekert, er negatief over nadenkt? Hier wordt er gevraagd om moed bijeen te rapen en niet angstig te zijn, want er liggen mogelijkheden. Oké, onderaan op het dek, de 9 van kelken. Hier liggen de wensen die in vervulling kunnen gaan, maar er wordt nog aan iets vastgeklampt. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die financieel heel voorzichtig is. Iemand die zijn haar gevoelens onderdrukt. Maar ik zie hier een pijnlijke cyclus eindigen. Een cyclus van nare gedachten, een cyclus van negatieve gedachten, een cyclus van gaan zij blijven steken met messen in mijn rug. Daar komt er een einde aan. Er gaan hier lessen geleerd worden, waardoor de zon voor jou gaat schijnen, weegschaal. Je kan hier te maken hebben met een leeuw, maar er komen hier veranderingen en vernieuwingen. Leeuw, stier, waterman, schorpioen. We hebben hier de 8 van zwaarden, de gerechtigheid en de kluizenaar. Ik heb het gevoel... je bent hier in je eigen reading uitgekomen. En ik heb het gevoel dat je te veel in je hoofd zit. Het is de kaart die 2 maal uitvalt en er wordt hier gevraagd, nee, dat gaat abrupt gebeuren. Abrupt ga de soul searching doen. Abrupt gaat je jezelf afvragen van, waar wil ik naartoe? Met wie wil ik mijn leven delen? Wie mag er nog in mijn leven komen? Met wie resoneer ik? Je hebt dit nodig omdat je in balans moet blijven. Je gaat hier ook verantwoordelijkheid nemen. Er wordt ook gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Je bent op zoek naar gelijkwaardigheid. Maar je gaat hier een inzicht ontvangen. Je gaat hier een awakening ervaren. Je gaat bewust worden. Maar je moet uit je hoofd komen. Je bent te veel aan het denken. Denken. Er komt karmische gerechtigheid. Nadat de toren is gevallen en nadat je soul searching hebt gedaan, want nu zijn er antwoorden aan het zoeken buiten jezelf. Maar ik heb het gevoel dat je je shock innerlijk gaat ervaren. Met de toren en de kluizenaar. Dit zijn 2 spirituele kaarten. Dit is voor mij de kaarten dat je innerlijk een soort van explosie gaat ervaren. En dit is iets wat plots gaat komen. En daardoor gaat je in balans komen. En komt die gelijkwaardigheid. En dan kunnen uw wensen in vervulling gaan.
We gaan even kijken naar de aas van pentakels. Ik heb heel sterk het gevoel dat er hier verantwoordelijkheid moet genomen worden. Heel raar. Ik ga nu meer over de aas van pentakels. De aas van pentakels. Er komt hier geld binnen. Er komt hier stabiliteit binnen. Sowieso. Oh, wauw. Het geluk komt. Het behoort tot uw bestemming. Het ligt nog verborgen. Je gaat moeten kiezen tussen twee personen met de geliefde. Je kan hier te maken hebben met een tweeling, want ik zie hier een soulmate-connectie. Er komt hier een boodschap vanuit het verleden. Dit kan een persoon zijn vanuit uw vorig leven die een boodschap zal brengen. Dit is iemand die zijn, haar hartintuïtie volgt. Maar let op, een schildknaap wil niet altijd een relatie. Dit is wel iemand die zijn, haar gevoelens zal uiten, maar niet zeker is of die persoon wel in een relatie wil stappen, want er liggen hier financiële strubbelingen. Iemand twijfelt, zou ik niet, zou ik het wel doen, zou ik het niet doen. En dit heeft ook te maken met het financiële, maar ik zie hier wel een keuze maken in de liefde. Twee personen. Iemand verzwijgt of verbergt zijn haar gevoelens. De gevoelens mogen niet boven water komen. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met iemand die een keuze moet maken. Dus jij hebt te maken met een bepaalde persoon en die persoon verzwijgt dat hij, zij een keuze moet maken in de liefde. Want dit is iets dat verborgen is, dit is iets dat geheim is. Maar er komen hier veranderingen en vernieuwingen. Iets wat behoort tot uw lotsbestemming. En ik heb het gevoel, een keer dat de toren valt en uw soulsearching hebt gedaan en uw verantwoordelijkheid hebt genomen, waarvan dat je in balans kunt komen, zodat je eerst uit uw mind gaat komen, dat dan de stabiliteit kan binnenkomen. En dan dat er zo geluk gaat schijnen. En dat de vernieuwingen en veranderingen kunnen binnenkomen. Want er is hier iemand die iets wilt overwinnen. Iets passioneel. Maar deze persoon heeft keuzestress. Deze persoon laat zijn haar opties open. Of het kan zijn dat die persoon u ziet als een optie. Nochtans ligt er hier passie. Iemand wil hier iets overwinnen. Victory. Na een lange strijd komt er victory. Succes. Ik zie hier een nieuw passioneel begin en ik zie een nieuw stabiliteit. Een nieuw begin en stabiliteit. Maar er moeten hier keuzes gemaakt worden. Er wordt hier te veel gedagdroomd, te veel gefantaseerd, waardoor dat er geen keuze kan gemaakt worden. Iemand kan geen keuze maken. Een vuurteken. Ik heb het gevoel, als er een keuze kan gemaakt worden, dat je je succes kunt overwinnen en dat dat nieuw passioneel begin kan binnenkomen. Wat dat u gelukkig gaat maken. Neem wat dat resoneert natuurlijk. Tarot is vice versa. Ofwel ben jij het, ofwel is de persoon waar je mee te maken hebt. Maar ik heb heel sterk het gevoel, de persoon waar je mee te maken hebt, heeft ook nog te maken met iemand anders. Want daardoor zie ik hier een keuze maken. Wat dat verborgen ligt.
We gaan een keer kijken naar de uitkomst. En toch ligt er hier een powerkoppel. Ofwel heb jij die persoon pijn gedaan, ofwel heeft deze persoon u pijn gedaan. Maar ik heb het gevoel dat er iets boven water gaat komen. Er gaat hier iets duidelijk worden. Wauw, dat is wel heel veel vuur. Oké. Ik heb dus de aas van staven, de koningin van staven en de krachtkaart. Leeuw, leeuw, ram, leeuw, boogschutter. Ik heb het gevoel, sommigen onder jullie hebben hier dus duidelijk te maken met een leeuw. Leeuw is mij hier te veel in de reading voorgekomen. Ik heb het gevoel dat er hier een nieuw begin wilt binnenkomen. Een nieuw passioneel begin. Iemand staat heel krachtig in zijn haar schoenen. De koningin van staven is iemand die er heel goed uitziet. Deze persoon weet wat zij, hij wilt. Ik lees geen geslacht, ik lees enkel maar de energieën. Dus de koningin kan ook een man zijn natuurlijk. Hè. Maar er ligt hier heel veel vuur en passie. En er kan hier geen keus gemaakt worden. Waarom? Omdat er hier soulsuiting moet gedaan worden. Er moet eerst gelijkwaardigheid zijn in uw kop en in uw lichaam. Je moet een balans proberen te vinden. Ik heb het gevoel, weegschaal, dat jij een nieuw passioneel begin wilt met een bepaald persoon. Maar dat er nog iemand anders... Ik heb het gevoel dat er hier nog iemand anders in de reading ligt. Het kan ook zijn, weegschaal, dat jij... uw moed en uw kracht bijeen moet rapen. Om die keus te maken in de liefde. Want er is iets dat voorbestemd is. Zeker met die twee kaarten. Er is iets dat heel erg voorbestemd is. Iets wat u heel erg gelukkig maakt. Leeuw, waterman, stier, schorpioen. Schorpioen en leeuw liggen hier heel sterk. Ook maagd. Weegschaal, tweeling en de waterman. Er komt hier wel nieuws toe in verband met het financieel. Ik ga een keer kijken bij de romantische engelenorakel en zien wat er daar mag uitkomen. Blijf je openstellen. Je zielsverwant kan heel anders zijn dan je verwacht. Anders dan uw type. Onderaan op het dek. Vertrouwen. Er zijn mogelijkheden. Houd moed bijeen. Laat die angsten los.
Maar dit gaat komen als de toren is gevallen. Er komt hier een awakening. Er komt hier een bewustwording. Er komt hier een tweede kans. Er gaat hier een nieuw leven ingeblazen worden. Maar er moet hier iets verwerkt worden. Zo weegschaal. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Laat het mij zeker weten in de reacties. Mocht je mij nog niet volgen, klik op het belletje en dan krijg je meldingen. En als er in de toekomst nieuwe readings worden geüpload. Dankjewel om te kijken en ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye!